De spannende aandeelhoudersvergadering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is net beëindigd. Er is al langere tijd grote onrust in de top. President-commissaris Adriaan Nuhn vertrekt onder grote druk van de aandeelhouders. En operationeel directeur Jurg Gerbig is tot nader order geschorst vanwege wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst. En intussen staat het aandeel Just Eat Takeaway ongeveer 7%. Nou, ik weet niet of dat de laatste cijfers zijn in de min, maar kortom, zwaar weer dus. En wij spreken beursanalist Nico Inberg van De Aandeelhouder, die net bij de vergadering was, en voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Tilburg University, Kees Kools. Welkom allebei. Nico Inberg, ja, u komt dus net van die vergadering. Wat voor soort middag was het? Hoe zou u de sfeer omschrijven? Nou, het was natuurlijk best wel een beetje spannend. Over het algemeen zijn aandeelhoudersvergaderingen behoorlijk saai. Er zijn allerlei mensen die dan een zegje willen doen. Hè. Zoals nu wat iemand over duurzaamheid, was iemand van de Engelse vakbond. Maar het ging nu echt ergens om. Er moest worden gestemd over de herbenoeming van het management en van de supervisory board. Nou, er zijn een aantal Amerikaanse aandeelhouders met allemaal 6-7%. Die zijn het zat. De koers is natuurlijk dit jaar hard gedaald. Niet alleen door schuld van Takeaway, maar de hele sector is zeg maar geïmplodeerd. Maar goed, ook wel door bepaalde oorzaken van Just Eat Takeaway zelf. En ja, die hebben zeg maar de kattenbel aangebonden een aantal weken geleden. En het was best wel een beetje spanning hoe die stemming zou aflopen. En ja. Nou ja, voor Jitse Groen had ik wel door dat die er wel door de zou komen. Oprichter en CEO. Oprichter en CEO. Dus als ze die weg zouden stemmen, dat zou echt een hele zware sanctie zijn. Maar die kwam er lachend door. Maar ook zijn CFO lag erg onder druk, maar die kwam er ook gewoon door. En uiteindelijk hebben ze dus, vermoed ik, bedrijf zelf, heel veel andere aandeelhouders gemobiliseerd om toch, want er was een opkomst van 71%, wat best hoog is bij een aandeelhoudersvergadering. Zijn ze er doorgekomen, ja. Allebei. En die Jurgen Gerbrich, die is geschorst. Ja. En werd daar nog over gesproken? Nou ja, ze hebben wel even gezegd wat er aan de hand was, maar hoe het gegaan was. Het zijn natuurlijk hele vervelende dingen. En helemaal nu, het bedrijf lag erg onder druk. En dan kreeg het dit ook nog op de ochtend van de vergadering. Maar ze moesten dit doen. Ze zeiden wel dat ze afgelopen zondag voor het eerst geïnformeerd werden. Over dat vermeende misdragen? Ja, er is een aanklacht ingediend. Ze hebben wat ze noemen een speak-up overeenkomst binnen Just Eat. Waardoor mensen... Sorry? Nee, sorry, ik ben even aan het overleggen. We hebben het laatste nieuws over het ACM zijn we aan het onderzoeken en hebben we zo meteen gesproken. Oké, nee, goed. Maar dus hebben afgelopen zondag zijn ze geïnformeerd dat er een aanklacht was. En het is altijd zo, we hebben het ook gezien met Ajax en Overmars. Hè. Die is toen wel erdoor gekomen, maar dat was al bekend. Dus ja, als intern was het al bekend, ja. En toen is hij nog een keer benoemd. Precies, en als het bekend is, dan moeten ze het eigenlijk meteen zeggen. Want als het achteraf uitkomt, hebben ze echt een probleem. Ja. En vandaar dat ze het waarschijnlijk nu gezegd hebben. Maar het is wel raar, ze hadden het ook eerder kunnen doen op de dag zelf. En er kwam een persbericht 8:55 vanochtend. Dat doe je gewoon om 7:00, normaal gesproken. Dus er is wel over gediscussieerd, neem ik. Ja, ja. We praten hier over de crisis bij Just Eat Takeaway, waar het aandeel keldert. En de president-commissaris Adriaan Nuhn is weggestuurd door de aandeelhouders. Met beursanalist Nico Inberg en bestuursadviseur Kees Kools. Meneer Kools, hoe kijkt u hier naar zo'n aandeelvergadering waar alle ogen op gericht zijn? En de mensen, hoe ze zich opstellen? Nou ja, het is daar goed fout, maar om verschillende redenen. Het is één... Iets wat net is bekend geworden, en ik mag hopen dat het pas sinds zondag bekend was, is het gedrag van die chief executive of operating officer. Nou, die is nu geschorst, zo te horen. Als het allemaal klopt, dan hebben ze daar het juiste gedaan. Onmiddellijk ingegrepen en dan gaan ze dat onderzoeken. Maar dat was in zekere zin het minste probleem wat betreft het bedrijf zelf en de aandelenkoers. Een ander probleem zijn de activistische aandeelhouders. Er is er één groot inderdaad, van 7%, de andere zijn veel kleiner. Maar je hebt maar 1% nodig om een heel bedrijf op te splitsen. Dus tijdens bij ABN AMRO had je de Children Investment Fund. Die hadden 1% en uiteindelijk zijn die in staat geweest om met de steun van andere aandeelhouders de hele bank laten ontploffen in drie stukken. En hun belangrijkste probleem is de strategie. De aandelenkoers stond op 2016 op €25. In 2020 op 100. En nu is het weer terug naar 25. Dus die 7% van vandaag, ik wil niet zeggen dat het minste probleem is, maar dat is maar een klein probleem ten opzichte van het echt grote probleem. En de waardedaling. En dat is
de overname van een Amerikaans bedrijf. Grubhub? Grubhub. Wat voor 7 miljard gekocht is, wat in midden 2020 werd aangekondigd en pas een jaar later werd gefinaliseerd. Nou, en de activistische aanhouders zijn van mening dat toen de CEO, meneer Groen, ja, de zaak echt veel te florissant heeft voorgesteld. Nou, dat blijkt in ieder geval achteraf zo te zijn. En hij had toen ook prachtige kreten als: dit is een van de beste bedrijven op de planeet, enzovoort. Die meneer zit er al, dat is de oprichter, ja, in 2000, die zit er al 22 jaar. Het is maar ja, heel hij was student, hè, toen hij het oprichtte. Ja, hij is student in, als dan nog een studeren in Enschede. En net als de oprichter van Booking.com ongeveer in die tijd. En het is maar zeer weinig mensen gegeven om niet alleen een bedrijf op te richten en met veel enthousiasme dat op te starten, maar ook nog eens een keertje, als er inmiddels nu 10.000 mensen werken in Amerika, in Engeland en in Europa uiteraard, om dat ook nog te kunnen leiden. En wat mij zeer verbaast is dat dus niet alle pijlen op hem gericht zijn. Hij is degene die, hij gaat over de strategie, hij heeft die laatste overname, nou ja, Grubhub, ja, bepaald, zou ik maar zeggen. Hij staat ervoor. Hij heeft die verkocht, die aan het publiek, aan de aandeelhouders verkocht. En zijn de pijlen gericht op de president en commissaris. Nou, terwijl die zouden gericht moeten zijn op de hoogste baas, de CEO. Ja. Ik vraag even aan Nico Inberg, hoe was zijn rol vandaag bij die aandeelhoudingsvergadering van Jitse Groen? Ja, ik wil nog even één dingetje corrigeren, want die Nuen is niet weggestuurd. Hè. Hij is uit zichzelf opgestapt. Waarschijnlijk had hij wel in de gaten dat hij onder druk lag. Maar goed, hij is niet weggestuurd. Maar het bijzondere van vandaag was, want kijk, we kennen Jitse Groen al langer en het is een heel behoorlijk geagiteerd iemand. Zou ik maar zeggen, hij is heet gebakerd. Heet gebakerd. Nou ja, best wel. Als je ook interviews van hem ziet, als er een vraag komt die niet heel slim overkomt, dan zegt hij dat ook. Het is best wel. En vandaag ook. Je zou zeggen, hij is afgelopen weken is hij op bezoek geweest bij de grote aandeelhouders in Amerika. Moest hij daar min of meer op het matje komen om uit te leggen van onder andere die skitrip van 16 miljoen, hè, die nu misschien nog wel. Ja, wat was dat ook weer? Een staartje. Nou, ze gaan elk jaar met het hele bedrijf skiën. Ze zaten nu in een heel duur hotel in Zwitserland. Wij hoorden dat toevallig via dat ze daar geboekt hadden een week. En dat heeft 16 miljoen gekost. Ongelooflijk. Terwijl ze in hun uitingen naar buiten toe hebben gezegd, we gaan beter op centen passen. Winstgevendheid is belangrijk en dat kwam helemaal niet uit. Nou, toen ging hij de week erop naar Amerika toe. In gesprek met die grote aandeelhouders. Daar is hij bij die ene is die 3 uur geweest. En dan denk je, hij komt terug, hij heeft daar zijn lesje geleerd en hij weet hoe die met die. En dan zie je vandaag op die vergadering, dan is die. Hij blijkt eigenlijk niks geleerd te hebben ervan. Er was een Nederlands groot aandeelhouder van een Amerikaans hedge fund, Tazelaar, Pieter Tazelaar, echt niet de eerste, de beste. Hebben 1,5% van de aandelen. En die werd als een kleine jongen in de hoek gezet. Wat zei hij dan? Die stelde een vraag. En het eerste wat Jitte zei was van, ja, ik weet niet wie jij bent. Ik moest aan IR, Investor Relations, moest ik vragen wie jij was. Je communiceert via de krant, daar hou ik niet van. Die werd eigenlijk min of meer afgeserveerd en geschoffeerd. Waardoor je zag van, hij heeft kennelijk niks geleerd van al die kritiek van die aandeelhouders. Nee. Kees Kools, hoe klinkt dat? Is dat handig? Ja, dat is uiteraard niet handig. En het klinkt wel bekend. In die zin dat, als je dan terugkijkt naar CEO's die zijn mislukt uiteindelijk. Maar, en die wie het lange tijd goed afging. En met name door stijgende beurskoersen. Dat die vervolgens veel te lang blijven geloven in hun eigen zogenaamde succes, wat er al lang niet meer is. Bijvoorbeeld lang geleden Kees van der Hoeven, de toenmalige baas van Ahold. Die werd ook steeds narriger en agressiever in calls met analisten. Mm-hmm. Of de bekende verhaal van de CEO van Imtech, het grootste faillissement in de Nederlandse geschiedenis, 22.000 mensen op straat. Die begon de ABN AMRO-analyst uit te schelden, terwijl achteraf bleek dat hij precies de goede vragen had gesteld. Dus die mensen die zitten al aan de top, daar is het al vrij eenzaam. Die hebben ja-knikkers om zich heen verzameld. Dat lees je nu ook. Dat gebeurt wel vaker, maar hier blijkbaar bij uitstek. Nou, en dan hebben ze zich in een hoek gemanoeuvreerd. Wat hij al heeft moeten doen, is toegeven dat die fantastische overname daar in Amerika, dat het inderdaad een vergissing was, een mislukking was. Ja. Dat moest absoluut doorgaan. En die staat nu al binnen een jaar staat hij al in de etalage. En is dat dan wat je kunt noemen de founder syndrome? Nou ja, dat is niet per se gerelateerd aan de vraag. Aan het feit dat hij dat opgericht heeft, dat hij er geen afscheid van kan nemen. Nou, maar op zich, we zagen dit toch ook bij PayPal.
Elon Musk, die is er uiteindelijk, die wilde er ook niet vanaf, terwijl het niet goed ging met het bedrijf. Ja. Daar hebben ze, toen hij in een vliegtuig zat, toen dachten ze, nou, nu kan hij niks doen. Hebben ze hem uiteindelijk, de andere aandeelhouders, hem uit het bedrijf gebonjourd. Is dat dan toch uiteindelijk niet, hoe lastig het misschien ook, dat de oplossing, toch uiteindelijk de oprichter eruit zet, omdat het gewoon niet meer goed is voor het bedrijf? Nou ja, ik heb, als je het verhaal, het boek wat onlangs uitgekomen is van over Booking. De parallel is niet zozeer dat het ook een student was uit Enschede. Maar wel dat die jongen, ben nu even zijn naam kwijt. Op een gegeven moment was het wel duidelijk dat hij niet degene was die er een echt heel groot bedrijf van zou kunnen maken. En toen is hij ook min of meer met goed vinden, maar hoe dan ook, opgevolgd door een ander en weer een ander en weer een ander. Dat had hier waarschijnlijk al lang gebeurd moeten zijn. En Bruinsma dus, was dat volgens mij, hè? Sorry? Geert-Jan Bruinsma van Booking. Ja, ik geloof het wel, ja. Ja, dus wat heel gek is dat hier de president-commissaris is gesneuveld onder druk van buiten en geen zin meer had in een vierde nadat hij zo onder vuur lag. Terwijl, nou ja, wat is het allerbelangrijkste voor de commissarissen? De allerbelangrijkste taak voor commissarissen, eigenlijk is er maar één: zorg dat er een goed bestuur zit. Nou, en in dit geval hadden ze dat al als je zo terugkijkt, al veel eerder hadden ze moeten ingrijpen. Dus dat zou je hem kwalijk moeten nemen. En de hele raad van commissarissen. Maar niet zijn gedrag bij andere bedrijven, wat wordt genoemd. Nee. Dus het is heel merkwaardig, heel gek dat hij. Want u zei net, ja, hij is er. Wat zei u niet? Lachend of fluitend of. Nou ja, mee weggekomen. Nou, zijn stemming kwam er. Mag niet hopen. Ruimschoots door. Dus hij heeft eigenlijk. Hij is er makkelijk doorgekomen. De CFO is er ook makkelijk doorgekomen. En je ziet inderdaad dat die president. De commissaris die trekt zijn conclusies, die gaat weg. Hè. Ik denk dat hij ook wel steek heeft laten vallen. Maar de kritiek ook van de grote aandeelhouders is eigenlijk dat ze een paar keer verkeerd geïnformeerd zijn, waardoor ze op een bepaalde manier hebben gestemd. Met name die overname in Amerika. Ja. Voor die tijd hadden ze gezegd, we gaan in Europa, daar gaan we al heel veel geld verdienen. En toen dachten ze, dan kan Amerika er wel bij. En toen kwamen ze met het nieuws tot twee keer toe dat het niet zo goed ging als ze dachten. Maar dan hebben ze toch een heel goed punt. Dat is toch een van de zwaarste overtredingen, verkeerd informeren? Nou ja, verkeerd informeren. Het is natuurlijk niet bewust, tenminste, daar gaan we allemaal vanuit. Maar het is wel een bijstelling van de outlook. En die was echt, ze dachten eerst van, had ze het over een plus van 400 miljoen hebben gedaan. Het werd uiteindelijk een min van 400 miljoen. Ja, dus er zat een heel groot verschil tussen. Ja, en wanneer zou je dan moeten, wat is het punt wanneer je zou moeten buigen als topman of topvrouw voor die activistische aandeelhouders? Op het moment dat de feiten voor zich spreken. En in dit geval is dat deze overname in Amerika geweest. Maar ook zijn gedrag. Hè, zijn gedrag ten opzichte van de mensen om zich heen. Als het waar is wat ik dan hier en daar lees over Jakenekkers gedrag. Het gedrag zoals hij die overname verdedigde. En even later, nu al binnen een jaar, 7 miljard is daarvoor betaald. De afscheid van moet nemen. Dus het grootste probleem is hier dat hier dat hij er nog zit. En dat komt omdat er een raad van commissarissen zit, die ook nu geen voorzitter maar heeft een vervangende voorzitter, een tijdelijke voorzitter, die overigens zelf niet eens in staat is om te voldoen aan de wettelijke eis van minstens 30% vrouwen in de raad van commissarissen. Dat was ook een kritiekpunt, ja. Waren er twee, één is vertrokken, er is nu nog 1 op de 5. Nou, hoe simpel kan het zijn om te zorgen dat je minstens 2 vrouwen in de raad van commissaris hebt. En tot slot, hoe loopt het nu met dat onderzoek tegen deze Jurg Kieberg? Ja, dat wordt nu, daar kunnen ze natuurlijk niks over zeggen. Er wordt door een externe specialist een onderzoek ingesteld. Ik moet wel zeggen, Jitse Groen zei wel meteen van mocht het zo zijn dat hij niet terug kan komen, we hebben zijn opvolger, hebben we gewoon. Mm-mm. Dus wat dat betreft, is het wat hem betreft. Dat klonk wel een beetje ongevoelig, maar had zijn opvolger al klaarstaan eigenlijk. Ja, geen gevoeligheden daarover. Dank jullie wel, Nico Inberg, beursanalist bij de aandeelhouder, en Kees Kools, bestuursadviseur en voormalig hoogleraar Corporate Finance and Governance aan de Universiteit Tilburg.